De Partij voor de Dieren in Almere heeft vanaf nu een meldpunt voor vuurwerkoverlast. De irritatie over vuurwerkoverlast heeft een kookpunt bij de partij bereikt. Ja, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Almere is Marjolein Veenstra. Marjolein, goeiedag. 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 Waarom dit meldpunt? Nou, het werd sowieso hard tijd dat we een meldpunt in het leven roepen. Want de Partij voor de Dieren is inderdaad al meer dan klaar met het vuurwerkoverlast. En ziet graag natuurlijk dat Almere vuurwerk vrijgaat. Maar er is geen meldpunt. Wij ontvangen echt heel veel berichten vanuit inwoners over vuurwerkoverlast. En ik denk dat met dit meldpunt we dit veel beter ook naar buiten kunnen brengen. Ik denk dat erg belangrijk is. Ja. Wordt dat steeds meer? Nou, ik denk dat er altijd wel aardig veel overlast is. Maar wat wij wel horen de afgelopen jaren, dat er steeds meer overlast is de maanden voor de jaarwisseling. En nogal veel harder knallen die men dan hoort in de stad. En dat heeft impact. Ja, wat zijn dan zoal de reacties die je dan krijgt? Merken mensen echt aanzienlijk dat ze dus in de straat zien dat er vuurwerk wordt afgestoken bijvoorbeeld? Nou ja, die harde knallen zijn zodanig hard dat veel mensen daar natuurlijk van schrikken en stressreacties hebben. Mensen hebben er zelfs aanvallen van, horen wij. Maar wat natuurlijk ook heel veel naar buiten komt, naar ons toe, zijn de huisdiereigenaren. Dat de honden bijvoorbeeld niet meer naar buiten durven. Terwijl ze toch wel 3 keer per dag mee gewandeld moet worden. Dus dat soort berichten horen wij natuurlijk veel. En ik denk dat het nu belangrijk is dat we die gaan bundelen en ook laten zien hoe ernstig het is. Want sinds we het eigenlijk gelanceerd hebben vandaag, zijn er sowieso al bijna 10 meldingen binnen. Ja. Dus het leeft. Ja. 12 gemeenten in Nederland die hebben een algeheel vuurwerkverbod afgekondigd. Almere zit daar niet bij. Ben je daarover teleurgesteld? Zeker. Ja, de Partij voor de Dieren, maar ook andere partijen in de Raad, denk aan de GroenLinks of de SP, de ChristenUnie, maar ook de Partij voor de Arbeid. En DENK zien natuurlijk heel graag dat Almere vuurwerkvrij gaat worden. En daar zijn we ook al jaren mee bezig. Dus wij zijn wel hoopvol dat dit ooit gaat gebeuren, gezien ook de gemeenten die steeds meer vuurwerkvrij gaan. Alleen Almere zit er nog niet bij, helaas. En dan heb ik op een gegeven moment dan overlast van vuurwerk. En ik wil dat via jullie melden. Wat wordt er dan vervolgens met zo'n melding gedaan? Nee, wij ontvangen elke melding. Dus wij gaan ze sowieso allemaal bundelen. En het is nu heel erg interessant om te kijken hoe hard het gaat. Wij verwachten dat het sowieso explodeert, om het maar even zo te noemen. Wij gaan die meldingen wel serieus nemen. Dus mochten er meldingen binnenkomen met zeer schrijnende verhalen, ja, daar zal ik zeker namens de Partij voor de Dieren ook achteraan gaan. Dus wij zijn wel van plan met die meldingen iets te gaan doen. Maar voor nu is het heel belangrijk dat mensen de weg weten naar waar ze naartoe kunnen voor het melden van vuurwerkoverlast. En dan gaan wij kijken wat wij binnenkrijgen. Ja, maar dat klinkt nog niet dat er heel veel wordt gedaan na zo'n melding. Wat kan er dan concreet worden gedaan? Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat als er veel meldingen binnenkomen, wat wij natuurlijk wel verwachten, dat dat naar buiten wordt gebracht. Ik denk dat dat gewoon tot nu toe niet is gebeurd. En volgens mij in het verleden zijn er wel eens meldingen verzameld in Flevoland. Ik kwam Almere als grootste meldpunt eruit. Maar wij vinden het gewoon nu belangrijk om te laten zien hoeveel meldingen we dagelijks, wekelijks en de maanden na of voor de jaarwisseling, maar ook erna, ontvangen. En natuurlijk gaan we dat naar buiten brengen, maar dat zullen we pas doen zodra we die meldingen wel verzameld hebben. Kan ik natuurlijk nu nog weinig doen. Ja, daar krijgen we automatische persberichten over, denk ik. Marjolein, heb je zelf huisdieren? Zeker. Niet meer. Ik had een hond die inderdaad een grote hond die heel bang was voor vuurwerk. Dus ik heb het ook wel meegemaakt, de effect van vuurwerk op een huisdier. En dat is wel heel zielig. Ja, begrijp ik. Laten we met z'n allen een beetje rekening mee houden. Ja, en ik noem het net ook, de huisdiereigenaren. Maar laten we ook de wilde dieren niet vergeten. Want die zijn veel minder in beeld. We weten natuurlijk wel dat met de jaarwisseling vogels massaal naar boven vliegen. En wat helemaal niet goed is voor die vogels. Sommige ook weer dood naar beneden vallen. Maar soms zie je ook wel eens vossen op straat rennen. Dus die wilde dieren hebben sowieso extreem veel overlast van die harde knallen. Dus ik denk dat we dat niet uit het oog mogen verliezen. En hoe is het meldpunt bereikbaar? Via onze website, partijvoordedieren.nl. Daar is het meldpunt zichtbaar. Maar we hebben ook op onze social media kanalen gelijk de link. En volgens mij staat er op Omroep Flevoland ook een artikel waar mensen gewoon naar kunnen kijken. Maar op onze website partijvoordedierenalmere.nl, daar staat het meldpunt geregistreerd. Nou, heel goed. Dankjewel Marjolein Veenstra van de Partij voor de Dieren. Ja, dank jullie wel.